kunnen al een beetje zien wat zometeen de officiële openingshandeling gaat worden van wethouder Robert Strijk. Die moet namelijk een waterraket afvuren. Nou ja, ik denk dat we hier alvast even zien wat dat is, een waterraket. Dat is een petfles, een plastic fles met een beetje water. Je hebt er een fietspomp voor nodig. Kijk, en pompen maar. En een standaard. En daar gaat hij. Ja, dat is natuurlijk dikke pret hier voor de kids op het jeugddorp, het magisch jeugddorp van Liebertas aan de Voorschoterweg in Leiden. Nou, het magisch jeugddorp is sport en spel, maar voor een heel groot deel toch ook wel hutten bouwen. We gaan nu eventjes kijken bij een van die hutten. Wat hebben jullie gemaakt? Het is de 5-sterrenhut. We hebben jeugddorp er gewoon bij gezet. Vond ik wel leuk. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5 sterrenhut. Laura, Meerte, Sander. Die hebben allemaal meegeholpen. Ja. Kijk, Laura, Meerte, Sander, Annika, Mika, Niels, Anouk, Sam en Tigo. Mogen we weer praten in dat ding? Ja, ga maar praten in dat ding. Hier. Hou hem zelf maar vast. Staat hij al aan? Hij staat al aan. Oh, gelukkig. Gaan jullie maar een radioprogramma maken hier vandaan? Hallo, dit is bij het jeugddorp. Jeugddorp Radio. Ja, het is jeugddorp. Dit is Jeugddorp Radio. We zijn hier nu bij Huttenbouw. Hier komt Sander. En Sander, hoe heb je het dag vandaag gehad? Heel leuk, we hebben vandaag een hut gebouwd en we doen ook een inzamelingsactie. Hey Sander, je moet wel in de microfoon blijven praten. En het is heel leuk. Nou ja, dat snap ik, ja. Kan je waar? Dat inzameling eventjes voorlezen? We verzamelen doppen in flessen en die hebben we nodig. En hoeveel heeft u er al? We hebben er volgens mij 21 of 22. Nou, nu Laura! Hallo! Wanneer hebben we dit? En nu gaan we even een stukje lopen. Kom hier. Naar andere hutten, ja. Luister jongens, ik tel af. 3, 2, 1. En dan doen jullie yay! Yay! Kunnen jullie dat? Zo met de vuist de lucht in. Yay! Yay! En dan op je allerhardste, hè? Yo, yo! Een spritje van me, kom eens hier! Oh, gaan we zoenen? Ja. Mwah. Wat is een Hobbit Hole? Dat is uit The Lord of the Rings en weet het? De Hobbit en dat is gewoon, ja. Een iets, Hobbit van, hole. Iets van Lord of the Rings. En is hij al klaar? Bijna. Ja. Wat moet er nog? Nog een dak of zo. Oh ja. Dat is ook nog een opslagplaats. Een opslag. Ja, jullie hebben heel veel kamers, hè? Ja, daar bewaren dus alles in. Hebben jullie allemaal een eigen kamer in de hut? Nee. Dat niet. Een soort van woonkamertje. Een woonkamer? En daarachter is een bergplaats en dan heb je ook een luik. Dit is gewoon binnen bij de bergplaats kan, want de deur van de bergplaats is buiten. En verder nog een paar kamertjes en hier. Ja. Nou, gaan we even, even aan de achterkant kijken. Bij de werkplaats. Bergplaats. Maar vanaf de aarde, dan kan je van binnen kan je de dingen pakken. Oh, oké. Okay. Mooi hoor. Mag ik jouw ijsje? Nee. Nee? Blauw hoor. Jouwe? Nee. Jouwe dan? Nee. Zou jij het niet? Is jullie het nou ingestort of is hij gewoon nog niet klaar? Nee, dit is onze schroothoop. Oh, dit is de schroothoop? Ja, dit is onze hut. Dat is de hut? En ja. Dat ook allemaal? Ja. Hebben jullie de grootste hut van Jeugddorp? Ja, denk wel. Maar we zijn maar met 8 personen. Met z'n achten? Alleen we zijn tenminste vandaag met z'n vijven. Vandaag met z'n vijven. Waar zijn die andere drie dan? De één. Die hadden geen zin. Want misschien wordt er nog wel uitgebouwd. Ja, dat daar achter je, daar komt ook nog hut. Nou, waarschijnlijk hier eerder. Oh, hier, waar ik sta. Ja. Ik ga wel naar achter, zo. Kunnen we dat ook zien? Ongeveer 200 kinderen vandaag op Jeugddorp, het magisch jeugddorp van Liebertas. En deze hele lange rij, die staat er niet zomaar.
De kinderen hebben namelijk allemaal een muntje gehad. En daarmee kunnen ze hier naartoe. Zegt hij dan? Hey Meerte. 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 Nee. Van Radio Jeugddorp. Waarom moesten ze vechten? Ik heb een kus op de wang gegeven. Jullie hebben het geaccepteerd. Helemaal niet. Jawel. Nee. Voor jullie aanwezigheid. Ik wil even alle lokale sponsoren en mensen die hebben bijgedragen om dit jaar Jeugdtop te realiseren extra bedanken. Ik kan jullie niet allemaal opnoemen, maar ik kan jullie wel een oorverdovend bedankje geven. En dat gaan we als volgt doen. Als ik tot 3 heb geteld, gaan jullie op je allerhardst dankjewel schreeuwen. Ja? 1, 2, 3. Ik weet even niet waar ze is. Want Jolanda heeft mede mogelijk gemaakt alle mensen die hebben gesponsord. Dus daar zijn we onwijs blij mee. Dus even applaus. Ik wil even hierbij even Rob bedanken van Bakker Bart. Dat hij de lekkere sausjes die jullie krijgen of hebben gekregen, dat hij dat heeft gedaan. Dat de ijskraam is geweest voor jullie, dat vonden jullie zeker hartstikke lekker. Ja. Dat Bert zo op draaiorgel voor jullie is gekomen. Dat hij dacht van nou, we gaan allemaal kinderliedjes maken voor jullie. Je laat hartstikke bedanken. En natuurlijk het Grubbertje. En met name ook dat SB6 is geweest. Dat we konden laten zien dat wij hier weer zijn. Vieren jullie niet? Hè? En natuurlijk ook Chris, Sleutelstad, de blijven vriend. Waar ben je, Chris? Die er altijd is als we hem nodig hebben. Dus hartstikke bedankt jullie. Dank jullie wel. Pietje, als Sjaak is dat voor mij. Ik ben blij dat jullie allemaal zijn en dat het feest is natuurlijk. Wat doe je hier? Oh jee, oh god, dat neem je ook weer. Oh, nou, wat doe je hier dan? Nou, gewoon hier met Jeugddorp lekker feest vieren. Feest? Ja, feest. Is dat feest als je hier gaat staan voor je? Ja, joh, dat is hartstikke gezellig. Is dat leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Moet je ook eens doen. Feest. Doe je niet iets van een... Iets erbij doen. Voor de opening? Ja, voor de opening. Even kijken. We kunnen bijvoorbeeld een vuurpijl de lucht in schieten of zo. Een vuurpijl? Ja, hoor, een vuurpijl. Allemaal hutten van hout. Hij gaat de vuurpijl afschieten. Dat lijkt me een heel goed idee, hè? Ja. Dan ga je gewoon niet binnen afschieten. Muziek! Muziek! Nee, rust, geen ding gelijk! Oké, okay.
maar proberen. Daar komt hij, daar komt hij. Oh mijn god. Oh, hij is eruit. Oké, en dan nu de meisjes. Ga ik weer tot drie tellen, alleen de meisjes. 1, 2, 3. Het is ongeveer even hard. Laten we het dan nog één keer voor al die vrijwilligers met elkaar doen. 1.